Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal TV, een nieuwe aflevering van HV aan tafel. In deze aflevering staat de voetbalvereniging Schipluiden centraal. Gasten zijn de hoofdtrainer Jeroen Hoefnagel en het hoofdopleider Rien van Driel. Heren, hartelijk welkom. Jeroen, het gaat lekker met het eerste, hè? Dat gaat zeker lekker. De competitie is nog maar kort, maar toch. Hoe ging het zaterdag tegen Laakkwartier? Ik vond Laakkwartier fris ogen. Een leuke jonge ploeg vergeleken met vorig jaar. We hadden het lastig de eerste helft. Maar gelukkig scoorden we vlak voor rust 1-0 en toen was het ijs wel gebroken. En de tweede helft was het een overvloed aan kansen. Het werd uiteindelijk 2-0 en dat is prima. Ja, maar goed, jullie hebben al 10 keer gescoord. Dus als we kijken naar afgelopen zaterdag, had het een beetje meer kunnen zijn. Dat had ook. Dat wilden we ook. Ja. Dat wilden de jongens voorin ook. Ja. Maar soms zit het niet mee. Nee, maar goed, 2-0, krijg toch maar 3 punten. Hè? Precies. Ja. Aan de andere kant, ik zag het, jullie 0 tegen. Heeft dat nou iets te maken met Tom Boks, die weer teruggekomen is op het oude nest? Nou, we zijn natuurlijk erg blij dat Tom terug is gekomen. Tom is een van de betere keepers waarmee ik de afgelopen 25 jaar heb gewerkt. Ervaring, straalt rust uit. Voor de opbouw perfect. Maar we hebben denk ik in 4 wedstrijden 5 doelkansen tegengekregen maar. Ja. Dus het heeft niet alleen met de keeper te maken. Maar ik denk dat het team goed uitgebalanceerd is. En dat ze met z'n allen daar goed voor zorgen dat ze weinig doelpunten of kansen tegenkrijgen. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken, wat je voorgesprek al zei, van we hebben nu niet echt de toppers gekregen. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar goed, ongeslagen naar zoveel wedstrijden is toch wel lekker natuurlijk om te beginnen. Goed voor de sfeer ook. Kijk, 4 wedstrijden, 12 punten. Dat had niemand verwacht aan de voorkant. Ik ook niet. We hebben de topploegen nog niet gehad, wat je zegt. Dus ik denk dat een KMD en een Vitesse Delft en een Wilhelmus en denk ook een Lira uiteindelijk dichter bij ons zullen gaan komen. Dus het wordt spannend. Ja. We hadden net over die Tom Boks. Hoe belangrijk is die voor die ploeg? Ja, heel belangrijk, wat ik net zeg. Hij is perfect in de opbouw, in de voortzetting wanneer wij onder druk gezet worden. Maar vooral ook in de benadering richting de jongere spelers, in de communicatie. Hij is een perfect verlengstuk voor mij en daar hebben we allemaal profijt van. En goed, ik begreep, dan traint hij 1 keer in de week. Nou, dat is iets wat door de groep wordt geaccepteerd. Als trainer zeg ik, nou goed, dat moet kunnen, ook als doelverdediger. Want dan maak je gewoon goede afspraken waar je voor het seizoen. Ja, klopt. De vorige keeper Danny Jager stopt daarmee. De optie was Tom Boks. 1 keer trainen is ook niet altijd aanwezig bij de wedstrijden. Zoveel mogelijk. De eerste competitie was tegen DWO, deed hij bijvoorbeeld niet mee. En over 2 weken tegen Lira ook niet. Ja, van de 6 wedstrijden is hij er dan 2 niet. Dat is zonde. Aan de andere kant, we hebben een jongen uit de opleiding, Joas. Jong keepertje. Nou, dan pakt hij zijn manier. Goed voor de opleiding voor hem. Perfect. Zeker. Ja. Als we het toch over opleiding hebben, Rien van Driel, hoofdjeugdopleidingen. Als je dan kijkt naar het eerste elftal, heel veel jongens die allemaal uit de eigen club voortkomen. Ja. Ja, dat moet je als hoofdopleiding, dat moet je strelen, denk ik. Ja, dus een en al trots zijn op wat er gebeurt. En als je het ook ziet afgelopen zaterdag, hoe de inbreng van die gasten is, dat is gewoon heel positief. Ja. Als je dan als voorbeeld neemt Rick Hooymans, daar hebben we in het begin al een beetje over besparen wat wel goed was om hem al naar de senioren te gaan, want hij is eigenlijk nog onder 19. Nou ja, Jeroen kwam met zo'n goed verhaal, dan kan je hem op een gegeven moment niet tegenhouden. En als je ziet hoe hij nu zich manifesteert onder de staf van het eerste, dat is gewoon geweldig om te zien. Ja. Maar ook al die andere jongens. Het lijkt me ook heerlijk om bij een club te werken waar je niet aan het eind van het seizoen met allerlei jeugdspelers vreselijk moet gaan bobbelen om ze binnen te houden, dat ze niet zo makkelijk naar een andere club trekken. Nee, dat is zeker. En als ze dan gaan, dan is het meestal naar een club die wat hoger speelt. Dat hebben we in het verleden een paar keer gehad. Mijn Boyd is daar een voorbeeld van, die nou weer terug is. Maar ook Jutta Tijn en dat soort jongens. Die gaan alleen maar weg om een stap hoger te maken. En niet omdat ze ontevreden zijn of wat dan ook. Nee. Nou ja, dat is goed recht van de voetballer. Dat natuurlijk. Dat is in de jeugd speelt en denkt van, ik wil het misschien ook. Als ze maar weer terugkomen bij de clubje, dat is belangrijk. We houden ze ook niet tegen, want dat is wel de optie dat ze dan ook weer terug kunnen keren. Hoezeer wordt er binnen de opleiding bij de jeugd ook aandacht aan geschonken om te proberen die jongens ook inderdaad wijs te maken van jongens, luister eens, jullie zijn dadelijk het voorportaal voor het eerste elftal. Want daar draait de vereniging op. Ja, nou ja, in ieder geval zorgen dat ze op een aardig niveau kunnen trainen. Dat ze op een gegeven moment de wedstrijden ook op een goed niveau spelen. We hebben dan met onder 19-1 gehad 2 jaar geleden. Die haalden de 4e divisie. Nou, als je dan de tegenstander ziet waar je dan tegen voetbalt, dan ga je ook zelf beter door voetballen.
En daar zijn ook de jongens nu vandoor gekomen bij de selectie. Dat is alleen maar mooi. Binnen de hele training, hoe zie je jouw rol erin? Wat is jouw rol daarin? Heel veelzijdig en misschien af en toe wel iets te veel van het goede. Maar ja, ik ben heel veel avonden op de club. Ik loop de trainingen te bekijken, ik praat met de trainers. Je ziet af en toe dingen dat je denkt van, ja, dat kan misschien wel wat anders. En daar praat je dan later ook met ze over. Ik krijg ook veel feedback van Jeroen en van Sander. Dus dat helpt ook heel erg veel bij. En ja, voor de rest goed luisteren. Je hebt dat wel eens bij clubs, hè? Dat jeugd en senioren zijn twee totaal verschillende afdelingen. Dat is nu belangrijk dat vooral goed communiceert. Nee, een van de hele positieve dingen die zich ontwikkeld hebben, is Jong Schipluiden. Daar is Jeroen ook samen met zijn staf debutant geworden. We hadden eerst 16-23. Nou, dat was op een gegeven moment op bepaalde avonden dat het niet uitkwam. Dat er blessures waren of wat dan ook. En nu hebben we het zelf in de hand genomen en nou ja, we krijgen van morgenavond alweer de volgende. Ja. Jeroen, als je, ja, je werkt ook dit seizoen met toch vrijwel een identieke groep als vorig seizoen. Voor een trainer moet het natuurlijk ideaal zijn als je op die manier kan bouwen ook aan een elftal. Successief komt er wat bij vanuit je eigen jeugd, maar niet dat je ieder jaar eigenlijk een duiventil is, dat je ieder jaar met een nieuw team moet beginnen. Eens van de, ja, eigenlijk de hele selectie, maar als ik kijk naar de eerste 25 is er gewoon niemand op de keeper naar gestopt. Dan zijn er dus wat jongens teruggekomen die vroeger bij Schipluiden al gespeeld hebben, een Tom Box en een Boyd van Beek vanaf Westlandia. En er zijn jongens weer fit geworden die 1-2 jaar eruit zijn geweest. Plus de jongens die doorstromen uit onder 19. Zitten we inmiddels op 60 spelers. Dus hebben we er zelfs een derde selectieteam aan toegevoegd. Met ook de juiste faciliteiten, de juiste trainers. Dus ja, het is super luxe dat wij kunnen beschikken over zoveel spelers. En dat resulteert ook in het feit dat wij denk ik met één bovenaan staan. En het tweede ook 4 wedstrijden met 12 punten heeft. Dus dat is fijn werken, weinig gesprekken voeren in de winter of iedereen wil blijven aan het eind van het jaar. Dus alle voorwaarden zijn perfect. Ja, want je gaf er al aan, het derde elftal is er zelfs bij betrokken bij je selectie. Ja, dat is denk ik een luxe, ook voor een trainer, maar ook voor een vereniging natuurlijk. Ja, waar hoor je nou nog dat er 60 selectiespelers zijn? We gaan ook met 1, 2 en 3 op trainingskamp naar Spanje. Dus hoe mooi is het dat de club dat faciliteert, iedereen erbij betrekt. Ja, we trainen gewoon elke trainingsavond met zoveel spelers, want iedereen is er ook altijd. Ja. Ja, de twee velden die wij tot onze beschikking hebben, twee volledige velden, die zijn gewoon bezet door 1, 2 en 3. En het is belangrijk, nu ik selectie heb, de tweede, derde ook erbij, dat vooral je A-jeugdspelers, kijk, niet iedere A-jeugdspeler is gelijk rijp om in het eerste te draaien. Maar die kunnen wat dat betreft gewoon nog meer ervaring opdoen, ook in dat tweede en derde elftal. Ja. Je houdt ze er wel bij. Klopt, dat doen wij dus. En wat Rien net zegt met Jong Schipluiden, dat is een team wat geformeerd wordt uit jongens uit het eerste, tweede, derde en onder 19. Dat is heel breed getrokken. Ja. Dus dan kunnen ze daar ook al aan ruiken op een iets hoger niveau. Maar ze kunnen gewoon rustig gebracht worden van 3 naar 2, om uiteindelijk van 2 naar 1 te stappen. Omdat de overgang vanuit de jeugd richting de senior een hele grote stap is. Ja. Zeker op een niveau wat de onder 19 en onder 17 de laatste jaren gespeeld heeft. Op één seizoen na dan wat Rien net zegt. Dus dan kunnen ze rustig rijpen om uiteindelijk die stap te maken. Dus dat is fantastisch. We zitten ook nooit in de problemen qua aantallen. Nee, want je hebt natuurlijk inderdaad van die spelers die altijd wat ouder zijn en dan pas gaan renderen. Dan eigenlijk beter worden. Ja, koplopen op dit moment, dat betekent ook vaak wat meer media-aandacht natuurlijk, hè? Ja, zeker. En niet alleen media-aandacht vanuit Haaglanden of andere sites en programma's. Maar ook in de buurt. Het gaat steeds meer leven. Het wordt drukker. Het lastige is wel, wij zitten in Midden-Delfland. Dus Rotterdam, Den Haag, Westland. Wij vallen er een beetje tussen. Dan zie je dus minder terug van onze club. Aan de andere kant, daar doen wij het niet voor. We doen het voor onszelf. We willen zelf ontwikkelen en opleiden. Media-aandacht is leuk. Net zoals dit. Maar laat ons maar lekker ons ding doen. Ja, zeker. Het hoort er zeker bij. Rien, prestaties die geleverd worden, ook bij de club, bij jeugd, maar ook bij senioren. Ja, dat bevordert natuurlijk ook altijd vaak ook wel de sfeer binnen een vereniging. Ja, inderdaad. Dat zeker. Maar winnen wil niet altijd zeggen dat je daar blij van wordt. Natuurlijk word je wel. Ja, het is allemaal helemaal super natuurlijk. Maar ook van wedstrijden die je verliest kan je heel veel leren. Ja. En dat, juist bij jeugd, denk ik. Juist. En dat stimuleren we ook heel erg dat niet belangrijk moet zijn. We hebben heel in het verleden wel eens korte termijn
toestanden meegemaakt waarin je trainers had die zeiden, ja, ik wil kampioen worden. En nu hebben we gewoon trainers die met elkaar meedenken en dan zeggen, joh, we gaan voor de lange termijn en we gaan met elkaar gewoon goed communiceren en we zorgen dat spelers die door moeten gaan, dat die doorgaan. Ja, ze zeggen natuurlijk wel eens bij de jeugd, ja, kijk, kampioen worden, dat is natuurlijk leuk, dat wil iedereen, eigenlijk ook jeugdspeler van kampioen, maar het is ook belangrijk. Eens kijken wat leveren we af richting senioren. Ja, maar ook richting de lagere senioren. Ja. Wij willen natuurlijk ook die gasten binnenhouden. Ja. En dat, hoe is het met de jeugd gesteld bij Schiphol? U van kijken naar het niveau. Zeg je van de klasse of zeg je van nou, dan heb ik nog wat wensen op dat gebied? Ja, aan de ene kant heb ik wel wat wensen, alleen het moet wel haalbaar zijn. Onder 19-1 speelt hoofdklasse, draait redelijk mee, maar heeft ook te maken met afwezige geblesseerden, dus dat is ook wel een dingetje. En ja, daaronder, de onder 17 speelt eerste klas, doet redelijk mee. Er zitten ook nog wel wat doorstroomtalentjes in. Onder 15 doet het redelijk, onder 13-1 is toevallig ook kampioen geworden. Dus maar ze zeggen wel eens van, als je niet op het goede niveau speelt, dan kost dat vaak jeugdspelers. Dan zitten jullie gelukkig, je zegt zelf, een beetje in het midden. Heel veel clubs die vlak naast je zitten, loop je dan vaak wel eens een risico, een club, als ze een aardige speler hebben, dat ook zo'n jongen denkt van nou, ik kan misschien wel op divisieniveau gaan voetballen, dat ze dan vertrekken. Of valt dat mee? Dat valt mee, het is juist naar de andere kant toe. Wij krijgen de spelers bij van buitenaf, ik zal geen clubs noemen, maar daar zijn we wel heel erg blij mee. En er loopt er nu een in onder 19-1, nou, dat is ook een jongen die dadelijk stappen gaat maken. Ja. Dus wat dat betreft hebben maar we meer. Maar goed, ze zullen toch grotendeels denk ik wel komen uit Schipluiden zelf. Hè? Ja. Ik bedoel, het dicht op toch eentje weg. Ik bedoel, het is niet zo makkelijk dat denk ik een jeugdspeler zomaar op het fietsje stapt van een buurgemeente helemaal naar Schipluiden. Of valt dat mee? Nou, valt wel mee. Het is inderdaad niet veel, maar we hebben er wel een enkeling bij. En het grootste gedeelte komt wel uit Delft, Den Horen. Ja. Hoe is dat bij de senior bij jullie? De meeste ook denk ik gewoon uit Schipluiden, denk ik. Ja, bijna allemaal. Ik denk dat 95% vanuit het dorp is. Vind ik mooi. Dan mis je ook wel eens wat kwaliteit op bepaalde posities. Maar waar we het net ook al over hadden bij de jeugd. Ik denk dat iedereen speelt op het niveau waar hij moet spelen. Onder voldoende weerstand. Ja, en of het dan in de jeugd, hoofdklasse, eerste klasse is of bij ons derde klasse of tweede klasse. Ja. Is denk ik om het even. Ik denk als je gaat ontwikkelen dan speel je uiteindelijk op het niveau waar je hoort. Ja. En dat is nu ook de derde klas die behoorlijk zwaar is geworden dit seizoen. Ja, dat volgens de prima niveau. Toen natuurlijk. Ja, ook, maar ook, we hebben natuurlijk een leraar erbij gekregen en de Vitesse Delft en een DHC en dat soort ploegen. Plus een Wilhelmus, Duindorp, dat soort ploegen wat we al erin hadden zitten. Dan is het een hele sterke pool en is het gewoon prima om in de derde klas te spelen. Ja. Want dan kunnen we het hoogste nastreven. En natuurlijk willen we richting de tweede klas. Maar uiteindelijk is dit ook een fantastische pool. Ja, zeker een goede pool. Maar als je heel stiekem kijkt naar die tweede klas, zeg je van nou, op termijn hebben we best wel wat te zoeken. Dat denk ik wel. Ik denk waarin we al bezig zijn. Vorig jaar werden we vierde met een ander team, een minder sterk team. De pool is sterker geworden, maar wij zijn ook sterker geworden. Dus ik denk dat we daar zeker wat te zoeken hebben. Maar ja, wanneer dat is, dat weten we niet. En zelf ook. Kijk, ik ben geen trainer die er 5-6 jaar gaat blijven, ook heb ik onwijs naar mijn zin. Ja. Dus degene die daarna komt en het hele beleid moeten we gewoon blijven volgen. Ja. En dan komt het wel goed met deze club. Ja, dan zie je ook als resultaten leuk zijn, maar überhaupt als de sfeer goed is binnen de club, dat ook de publieke belangstelling toeneemt. Ja, vorig jaar nam dat al aardig toe. En nu steeds meer. Zeker ook omdat je bovenaan staat, maar ook omdat het feit dat er jeugdspelers ingepast worden. Ik ben een trainer die gewoon jeugdspelers in durft te passen. Jonge jongens. Keeper noemde ik net al. Vorige keer de rechtsback uit de jeugd doorgekomen in de basis tegen DSP. Jongens krijgen de kans. En dat werkt door in het dorp. Die jongens die voelen zich erg positief en zelfverzekerd als dat gebeurt. En iedereen ziet dat ze de kans krijgen. Dus jongens blijven voetballen. Het gaat mond op mond gaat het. Ja. En er komen steeds meer mensen en familieleden kijken, dus ja het is wel genieten. Ja, ja dat is wel waar. Dat dwing je dat op een gegeven moment ook af. En het is voor je spelers natuurlijk ook wel leuker als je in de eerste helft speelt. En het is een beetje vol langs de kant natuurlijk. Hè. Dat stimuleert ook. Klopt. En familie en broers binnen een elftal. We hebben volgens mij bij de eerste 18 spelers hebben zes tweetallen, zes broers. Ja, ja dat is natuurlijk erg leuk om samen met je broer in een elftal te spelen. Goed, als je nou kijkt naar concurrent, je hebt al een paar genoemd dit seizoen. Wie is de grootste, denk je?
Of zijn de grootste? Nou, er zijn er een aantal. We zijn natuurlijk pas 4 wedstrijden onderweg. KMD had vorig jaar al een aardige ploeg. Die hebben natuurlijk wel 4 jongens erbij gekregen die op eerste klas en divisieniveau hebben gespeeld. Waarvan ik er ook 2 getraind heb, dus ik weet wat ze kunnen. Dat zijn echt versterkingen in de derde klasse. Dus KMD, sterk. Vitesse Delft wil weer snel terugkeren naar de tweede klasse. Maar ook een Wilhelmus die nu nog wel onderin staat en een Lira die iets verderop staat. Dat zijn wel ploegen die eraan gaan komen, denk ik. Dus dat zijn de concurrenten in mijn ogen. Rien Schipluiden, ja, dat staat ook niet stil in de ontwikkeling. Heeft inmiddels een samenwerkingsverband met Sparta. Waarom Sparta? Heeft het iets te maken met het feit dat jij ook je roots hebt in Rotterdam of niet? Onder andere, maar wij hebben destijds een keeper gehad die stage gelopen heeft bij Sparta. Zit nu bij ADO, Sam Hillebrand. En daar ben ik gaan kijken en contacten gelegd met mensen die ik kon, dus netwerken. En ik heb op een gegeven moment heel brutaal gevraagd, joh, wat moet je als vereniging ervoor over hebben om samenwerkingspartner te worden? Dus dan ben ik netjes teruggemaild en gebeld en uitgenodigd. En ja, eigenlijk is dat tot stand gekomen. En we waren de eerste amateurpartner van Sparta, want ze hebben een opleidingspartner, maar ook een amateurpartner. De opleidingspartners zijn natuurlijk spelers waar ze, of dat zijn verenigingen waar ze spelers zien in potentie voor later. En bij ons wilden ze gewoon netwerken tot ze bekendheid kregen in de regio. Bij Schipluiden, Delft. En wat houdt de samenwerking een beetje in, globaal? Nou, dat is heel breed. Om een voorbeeld te noemen, we hebben vorig jaar een thema gehad bij Den Horen met Nathan Rutjes. Het coachen van een onderbouwteam. Nou, daar gaat een wereld voor je open als je die gozer bezig ziet met die kinderen. En wij zijn daar ook pedagogisch veel sterker door geworden. Al die trainers die daar geweest waren, er waren er veel van ons. Die zijn allemaal op die voet verder gegaan en dat is gewoon geweldig om te zien. Kringetje maken, op de ooghoogte gaan zitten, niet te boven naar beneden kijken. Dat soort dingetjes. Nou, we hebben een cursus gehad via Sparta. Pass to play, dat is ook heel pedagogisch geweest. Nou, de hoofdjeugdopleidingen van die partners komen allemaal. We waren eerst met z'n 6, we zijn nu met z'n 16. Dus qua netwerk is het ook al groot. Ik ga bij bepaalde clubs kijken, ze komen bij ons kijken. En zo zijn er nog meer activiteiten die gaan plaatsvinden. En dat is echt grandioos om mee te maken. Voordat die overeenkomst met Sparta kwam, is Adel nooit in beeld geweest? Nee. Of heeft hij nooit interesse gehad in Schipluiden? Nou, dat laatste denk ik. Ja. Maar dat, ja. Ik en wij bij de club zijn op dit moment heel tevreden. We zijn nu twee keer samenwerking aangegaan. En wat ik al zeg, er zijn er een heleboel nu bij. Ja. En zeker dat netwerk is heel belangrijk, want dan hoor je ook weer dingen, hoe zij dingen oppakken in de vereniging. En daar kunnen we ook weer gebruik van maken. Ja, ik kan er van alles bij voorstellen. Ja. Jeroen, je hebt in het verleden ook al getraind bij onder andere een HBS, bij FUK. Hoe anders is het trainen bij Schipluiden? En je zit dan in een wat kleinere gemeenschap. Ik hoor van heel veel trainers van, ja, dat is best wel verademing als je daar zit. Ja, ja zeker. Het is Schipluiden is een club waar alles perfect is geregeld. Maar je noemt nu 2 clubs die heel mooi waren. Kijk, ik heb op allerlei niveaus gewerkt. Van topjeugd tot redelijk niveau eerste klas met UVS en Olivio. FUK weer wat hoger. FC Dordrecht. Ik vind overal dat het goed geregeld was en wordt. Schipluiden is daar niet anders in. Daarin maak ik ook de juiste keuzes. Ik heb gelukkig het voorrecht om te kunnen kiezen uit meerdere clubs per seizoen. Dus ja, uiteindelijk kies ik waar mijn hart naartoe gaat. Je hebt ook een hoogst diploma, hè, voor wat het amateur betreft. Klopt, UEFA of tegenwoordig VC4. Dus ja, ik volg mijn hart. Ik kijk waar ik gelukkig word en of het dan in de eerste klas is of in de derde klas. Maakt me op dat moment niet zo heel veel uit. Maar ja, het is fijn werken hier. En met name, wat we net al zeiden, weinig mutaties. Allemaal jongens die er elke training zijn. En stuk voor stuk goede jongens. Dus, dat lijkt me verschrikkelijk voor een trainer als je inderdaad een selectie werkt en je moet eerst maar gaan tellen wat er komt. Of je staat met een mannetje of 7, 8. En dan bereid jij je training helemaal voor. En dan, dan is het een regenachtige dinsdag of donderdagavond. En dan sta je met 7, 8 man. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, ik heb geen idee, want ik heb hem nog nooit meegemaakt. Nee. Gelukkig, ja. In die 25 jaar. Maar dat lijkt me ook heel vervelend. En ik denk dat dan gauw zal stoppen voor mij. Als dat, dat de training wordt. Dus nee, het is genieten. En ik hoop dat de komende jaren waar dan ook nog mee te maken. Goed. Rien, hoofd jeugdopleidingen, ja, dan heb je ongetwijfeld nog wensen binnen zo'n club, denk ik. Of zeg je van nou,
We hebben best wel al wat gepresteerd of wat bereikt wat we wilden bereiken. Het kan altijd beter. Wakker blijven en oren open houden. En je ogen natuurlijk. Maar weet je, ik zit er al vanaf 2004, dat is al een tijdje. Ja. En ik zie de club alleen maar groeien. Ook dankzij de trainers die, neem Jeroen maar en Sander en zijn staf. Maar het gaat gewoon hartstikke leuk van vrijwilligers achter de bar, het bestuur. Dirk, Jan, Renault, waar ik samenwerk als TZ-man. Het smelt gewoon heel goed in elkaar en dat maakt het gewoon heel erg mooi om daar te werken. Hoe moeilijk of makkelijk is het om altijd voor al die jeugdteams trainers te krijgen? Heel lastig in de zin van, maar het zijn ook allemaal trainers die we hebben vanuit het dorp weer. Oh ja. En die stellen weinig eisen, die willen gewoon graag met de kinderen op pad. Zo hebben we tot en met de 15 hebben we allemaal ouders die dat begeleiden. En bij 17, 19 hebben we wel trainers die geen binding hebben met de kinderen. En die wel op een gegeven moment aan de slag gaan om weer richting de selectie stappen te maken. Ja. Maar tot nu toe gaat het nog vrij redelijk. Ja, het kost een hoop tijd. Maar dan heb je wel wat. Waar ligt jouw ambitie voor de toekomst? Nou, wat is dit seizoen wat betreft Schip Luid? Ik bedoel, Ik weet niet of de ambitie het juiste wordt voor dit seizoen. Want ja. Kijk, ik wil spelers doorontwikkelen. Ja. Op lange, of in ieder geval korte termijn en lange termijn. In principe lange termijn, want dat is de club Schip Luid waar ze voor staan. Ja. Dus dat sowieso. En mijn ambitie, kijk, nogmaals, ik heb UEFA. Ik wil ook graag weer op een hoger niveau werken. Ik heb bewust voor een ander niveau gekozen de laatste 2 jaar. Door omstandigheden en ik denk dat ik perfect pas bij een club op een hoog niveau. Dus dat zal ook zeker weer gebeuren. En is dat op korte termijn of lange termijn, dat zie ik vanzelf wel. Ja. In ieder geval, ik ben nu gelukkig hier. Ik rij elke training, elke wedstrijd vol plezier naar de club toe. Ik heb nog geen moment gehad dat ik met tegenzin ging. En ik, alle clubs waar ik tot nu toe gewerkt heb, waren mooie clubs. Dus dat zal in de toekomst ook weer zijn. Dat is heel belangrijk. Dus je ook als trainer, dat geldt als voetballer, maar zeker ook als trainer. Dat je elke dinsdag, donderdag, als je naar de training gaat, die tas met plezier in de auto zet. Dat is denk ik heel belangrijk. Zeker. Ja. Als je maar kijkt, wat je zegt van, ja goed, je mag trainen tot en met hoogstaan. Maar ook zelfs assistent betaald voetbal. Heb je daar ooit wel eens aan gedacht? Nou, ik heb natuurlijk al bij Adenhaag en bij FC Dordrecht gezeten, bij Jong Dordrecht. Ja. Super interessant. Alleen dan ben je 5, 6, 7 dagen in de week weg. Ja. En om dat op een gegeven moment heel lang vol te houden, ik heb gewoon voor gekozen om op een hoog niveau van amateurs te gaan werken. Dan train je 2, 3 keer in de week. Ja. Dus dat tijdtechnisch, ook met de kinderen is dat thuis is dat fijn. Maar ambities zijn er altijd. Dus of het nou bij een BVO is of bij een topamateurclub. Je wilt er altijd het beste van maken. Ja, en ik kijk niet zozeer naar niveau. Dat is net zoals waar we het over hadden, op welk niveau de jeugd speelt of het eerste. Ik heb dat zelf ook. Ik wil gewoon spelers beter maken. En ik heb bewezen dat het op alle niveaus kan. Nou, dus ik ben heel breed inzetbaar. Ja. En wie weet ga ik weer op profniveau werken. Wie weet ga ik richting de divisie of de eerste klasse. Voorlopig nog niet. We wachten voorlopig niet hoor. Ik wil een hoofdje zeggen, voorlopig niet. Ja, jij kan het weten, Riemann. Ja, goed, je zegt dat ik zit al zo verschrikkelijk lang bij die club. Ja, dan moet je een beetje bij het meubilair. Dan ga je niet zo makkelijk weg. Nee, dat niet. Maar als je het zo naar je zin hebt als ik heb binnen de club, dan hoeft het ook niet. Nee. Tenzij de club dadelijk zegt natuurlijk, we willen wat anders. Dat kan ook natuurlijk. Nou goed, daar gaan we in ieder geval maar niet vanuit. Nee, daarom. Goed. Jeroen, Rien, het was genoeg om jullie weer aan tafel te hebben. Is bij te praten over Schip Luiden, want dat verdient de club wel. Dus stukje publiciteit. Heel veel succes van het seizoen. En ja, heel veel succes nu met de jeugdafdeling. Dat je maar heel veel spelers mag afleveren voor die senioren. Bedankt in ieder geval voor jullie komst. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. Deze week met centraal de vereniging Schip Luiden met hoofdtrainer Jeroen Hoefnagel en hoofdopleiding Rien van Driel. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer.